Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dilaila Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet, zodat je een melding krijgt. Nou, wie heb ik hier vandaag in de studio zitten? Vandaag zit er bij mij Ron Heddes en hij is een levenswaarnemer en heel veel te vertellen. Super, super interessant allemaal. Nou Ron, hoe is het allemaal begonnen? Nou ja, sowieso heb je eerst een vader en een moeder. Hè? Ja, daar begint het inderdaad. Nou, daar begint het leven een beetje mee. En ja, het was wel leuk omdat ik in mijn levenstijd, in mijn levensjaren, ja, dan ben je gewoon, je bent op zoek weer terug naar jezelf. En er is wel een hoop gebeurd ook in de jongere jaren. Oh. Ik ben te vroeg geboren. Okay. En doordat ik te vroeg geboren was, ben ik ook nog 2 weken in het ziekenhuis geweest. En ik heb zelf met geboorteretretes heb ik terug weten halen. Dat ik gewoon, ja, ik was toen al, ik was een week thuis en daarna moest ik alles al over mijn nek. En ik moest, ja, over je nek. Een mens gaat niet zomaar over zijn nek. Ja. Het is eigenlijk heel veel donkere energieën. Wat eruit moet. Of het ademhalen op aarde is gewoon, het zijn gewoon een hoop sferen om ons heen, atmosferen, we ademen een sfeer in. Oh, interessant, ja. En uiteindelijk, ja, doordat ik vroeger, dat mijn ouders zelfs ruzie hadden, dan botsten er 2 ego-energieën. Nou, kijk naar de chakra's bijvoorbeeld, ja, dan kan er een sfeer zijn, boosheid. Ja, wij ademen waterdamp in en, ja, en je voelt het aan je water. Mm. En er zijn gewoon mensen, ook op aarde, dat zijn gewoon transformatoren. En ja, je voelt energie, hè, en je wilt het meteen wil je transformeren naar jezelf. En doordat je het transformeert, maar dat bleef bij mij vastzitten. Het stroomde niet door. Toen je nog heel klein was, toen je nog Dus ik was heel vaak, als mijn ouders ruzie hadden, ging ik over mijn nek. Ja. Als had ik te lang te janken, dan viel ik flauw en dan moest ik met mijn kop onder de kraan. En, dan, en ja, ik altijd al, dat je ja, vroeger op school was en noem maar op, ja, heel erg gevoelig. En alle velden van mensen, van die uitspattingen van energieën, die kwamen heel hard binnen altijd. Ja, dus je was een heel gevoelig kind. Ik hoor heel veel mensen die dat zeggen, die zijn vaak gevoelig of overprikkeld of hoe je dat ook noemt, overgevoelig. Nieuwe tijdskinderen hebben dat ook heel veel, hè. Nou, je hebt een nieuw tijdskind, dat is wel duidelijk. Maar ja, en hoe ga je daarmee om? Want dat is denk ik ook Het is heel bijzonder, want eigenlijk in mijn leven ben ik na een tijdje, ja, je gaat werken, je komt in de sleur. Ik ben ook flink uitgegaan, maar ja, ik moest altijd bij mijn standaard 2 biertjes erin. En daarna kreeg ik zoveel donker binnen en dan moest ik ook, ja, over mijn nek en daarna kon ik wel weer lekker feesten en zo. Bijzonder, hè? Dus dat was altijd wel bijzonder en ik kon met mijn eigen ego, want ik sportte heel vaak vroeger, dus al kon ik met mijn eigen ego kon ik me zo gek praten dat je geen eten meer moest hebben en dat je eigenlijk over je nek bord van je eigen spanningen. Maar ook wanneer je gewoon bij mensen zit en je gaat naar de kroeg toe, dan iedereen had dat, die jagersinstinct. En dan gaan we van die lage energievelden, zoals mannen onderling, die, ja, je gaat laag over vrouwen praten. Mm-hmm. Maar ja, ik ging uit en ik, om gezellig te hebben, maar andere mensen gaan jagen. Maar dat is een heel laag frequentieveld, ja, wat eigenlijk de mensen van de lagere werelden, want we zijn allemaal verbindings en we zijn allemaal, luikjes doe je open. Ja. Dat is net zo goed als alcohol, dat komt van Alduwel vandaan, van body eating spirit. Ja, wij zijn een heilige tempel en ja, als je te veel alcohol gaat drinken, zet je gewoon de deuren naar de lagere sferen open. Ja, wat dan nog even, want je hebt nou zoveel interessante punten die je aanraakt. Ja, je moet natuurlijk alles precies weten hoe dat dan allemaal weer precies zit natuurlijk. Hè? Ja. Maar je had het over de lage energie inderdaad, waar je dan in terecht komt. Je ging veel stappen. Je had het nodig om eerst over je nek te gaan voordat je... Ja, ik kwam heel vaak wanneer ik, daar kom ik later achter. Dat is, uiteindelijk voel ik, ik ben heel snel... dat ik iemands hartsenergie voel. Mm-hmm. En als jij iemand die met de ego aan het praten is, dan voel je eigenlijk een soort mechanische energie. Mm-hmm. En dat uiteindelijk kom je erachter dat dat eigenlijk op, in het aardse veld is gemaakt. En het zijn controlemechanismes. En die sturen mensen naar je toe. En als jij een open hart hebt, dan ik heb heel weinig filters. En sommige mensen hebben, alles komt direct binnen. Mm. En ik ben zo gevoelig, al kijk ik mensen aan vaak, dan voel ik iemand anders zijn pijn. Mm-hmm. En dan denk ik bij mij gewoon, hé, maar wie ben je dan zelf? Ja. Is het nou van mij of is het nou van hem? Ja, en uiteindelijk ben ik,
ik weet niet meer precies hoe oud ik was, een jaar of 8 terug, toen heb ik mijn huis verkocht. En dan ben ik eerst stilte-retretes gedaan en daarvoor heb ik al ayahuasca gedaan en heel veel leesboeken en gaan mediteren. En zodoende kom je een beetje, en toen ben ik bij het Earthship in Alkmaar was ik beland. En dat had ik een bioanalyse, dat je mensen kan scannen. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk met frequenties, want alles is energie. Mm-hmm. En met frequenties zie je je lever zitten. En die lever kun je ja, ook weer bepaalde energie naartoe sturen. Mm-hmm. En ja, maar ik merkte dat mijn energie continu een bepaald centrum om me heen had. Mm-hmm. Dat er als er mensen op 40 meter afstand al binnenkwamen. Mm-hmm. En ik voelde een huilemotie komen. Dan denk ik bij mij, waarom moet ik nou huilen? Ja, voel je en dan zit ik alweer om me heen te kijken. Wat verandert er in mijn energieveld? Ja, 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 ja. En de ene keer ben ik gevoeliger dan de andere keren. Maar heel vaak wanneer als ik ergens gesetteld ben. Mm-hmm. En er zet ook iemand op zolder. En je bent begaan en er zet mm-hmm. iemand bluetooth aan. Dan begin ik opeens te stotteren. En dan denk ik van, wat gebeurt er? Jeetje, dat is best heftig voor je. Hè? Want hoe ga je daar nou mee om? Reageren andere mensen daar ook op? Want ik hoor gewoon heel veel mensen dezelfde dingen zeggen die jij nu zegt dat ze daar last van hebben, maar ze weten niet hoe ze daaruit moeten komen. Ja, uiteindelijk zijn wij ook met de energie. En dat, ja, ik vind het nog steeds we zijn nog steeds op reis. Ja. Maar uiteindelijk, ja, met je bewustzijn zo snel mogelijk naar binnen toe. Je kan met je derde oog al een lampje voorstellen. Mm-hmm. En dan trek je het naar binnen toe, naar mm-hmm. je keel. En dan probeer de energie in je lichaam te houden. Bij jezelf te blijven. Ja, bij jezelf blijven. Ja. En uiteindelijk merk ik ook, want ik kreeg met heiligen, ja, met dromen, spirituele dromen. Mm-hmm. Ja, klinkt misschien raar, maar ik kreeg, uiteindelijk zag ik mijn chakra's en die zag ik opeens samenvloeien. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja oké, samenvloeiende chakra's, wat houdt in? Maar uiteindelijk mm-hmm. kreeg ik in bepaalde dromen kreeg ik het zwaard in me. Mm-hmm. Maar dan word je verticaal en horizontaal, wordt jouw lichaam meer in de energiewereld uitgelijnd. Mm-hmm. En uiteindelijk kreeg ik de heilige graal kreeg ik tot me. Mm-hmm. En ja, in Bosnië kreeg ik opeens een kroon kreeg ik in mijn bewustzijn gestopt. Nou, dan kom ik bij een 8-jarig meisje, Ja, dat is heel bijzonder. Mm-hmm. Wij hebben een buitenaura, maar we hebben ook een binnenaura. Dus mensen kijken in je ogen en die zien opeens een blauw wezen. Mm-hmm. En die zag opeens een kroon in me. Ja. Maar iedereen die beloopt een pad en die mm-hmm. zit aan... Je bent net een spinnenweb en net waar je mee bezig bent. Zulke mensen komen ook even op je pad. Het is even goed een reis waar we in zitten. Ja, dat zijn al die connecties, hè? Van die, En hoe meer jij je energie naar binnen gaat koppelen... Ja, dan ga je eigenlijk, we zitten nu ook in de buitenwereld, iedereen zit in de laagste energie, iedereen wordt in de basis aangeraakt. Mm-hmm. Maar ja, het is allemaal een projectieveld waar we in leven, een manifest. Het is iets prachtigs, maar ja, daar kom je, wanneer je stilte gaat mediteren, en je komt echt meer bij jezelf, naar een stilte-retraite, dan na 5 dagen merk je pas dat je uit je buik gaat ademen. Mm-hmm. En nu merk ik alweer, doordat er een camera bij is, en noem maar op, dat je alweer wat hoger ademt. Ja. Maar het is zo mooi dat het na 8 dagen, dan zie je een blauwe vogel vliegen, mm-hmm. maar je monkey mind gaat niet eens meer zeggen, hey, mooie blauwe vogel. Mm-hmm. Je neemt hem alleen maar waar. Ja. En dan gaat er dan voel je eigenlijk continu bij je hart voel je een magnetisch veld. Mm-hmm. Want wij projecteren deze werkelijkheid, daarna mm-hmm. nemen we hem waar. Mm-hmm. En dan kun je hem in je monkey mind kun je hem benoemen. Mm-hmm. Of hij gaat langs je blauwdruk en van je blauwdruk krijg je een magnetisch veld. Ja. En dat past de energie aan om ons heen. En hoe deed je dat vroeger dan? Hè? Want konden jouw ouders daarmee overweg? Nee, mijn ouders hebben gewoon een heel simpel... Ja, zij zijn opgegroeid in een andere tijd. Mm-hmm. En ja, je kijkt naar jezelf ook. Het bewustzijn is zo aan het groeien. Mm-hmm. Het gevoel dat de dagen ook veel sneller gaan. Mm-hmm. En zij zijn ook mega gevoelig. Maar daar werd vroeger niet over gesproken. Nee. En uiteindelijk kom je er ook achter dat je soms... Dat er meestal één, ja, ze noemen het een zwarte schaap, maar eigenlijk iedereen zit in een bepaald veld. De Maya's hebben dan ook een vierkante zegel en daar passen weer sommige mensen omheen. En eigenlijk is de hele wereld met allemaal zegels en sommige mensen die zijn de energie aan het liften, oude zielen, mm-hmm. en die komen hier op aarde en die willen eigenlijk het veld omhoog trekken. Omdat de hele aarde, de mensheid, we willen naar een hoger bewustzijnsveld gaan resoneren. Ja, we moeten wel, vernietigen onszelf allemaal, dadelijk hier zo. Ja, maar dat is ook die corona. Ja, de corona, overal zitten twee kanten aan. Mm. De corona is ook de
kroons bewustzijn waar we in zitten. En je hebt, het is die dualiteit. Hè? Je hebt altijd, als er rechts wat wordt gecreëerd, komt er ook op de andere kant. Ja. Dus plus min. En je hebt een middenstroom. Ja, en naar die middenstroom moeten we naartoe. We moeten allemaal naar de middenstroom gaan. Het is geen dualiteit meer, hè? Vanuit de mind naar je hart. En uiteindelijk zit vanuit je buik. Wat zegt jouw buikgevoel? Ja. En daar moeten we, walk your talk. Ja, inderdaad. En toen je ouder werd, want ja, ik snap dat als je dan eigenlijk van niemand echt steun krijgt, hè, als je ouders het niet begrijpen, heb je kunnen afsluiten op den duur? Ja, ik ben vroeger ook wel, denk ik, 3 keer naar een psychiater geweest. En dat was eigenlijk meer dat de psychiater meer van mij kon leren dan... Ja. Het heet niks voor niks. Psychehater. Het is, dat is wel een heel erg goeie wat je zegt. Psychiater. Ja. Die industrieën werden volgens mij in 1880 werden ze opgericht of zo. Van, want vroeger deden ze de heksen deden ze op de brandstapel. Ja, toen kan dat niet meer. Ja, dan moet je wat anders beginnen. Ja. Ja, en zo is alles een beetje ontstaan om mensen maar in vakjes te zetten. Ja. Je mag niet je bewustzijn, mag jij... andere energievelden voelen of je moet voornamelijk in de dichte materie moet je blijven en hoe hoger je gaat trillen, dan ga je gewoon zien dat er mensen zijn met troeska poppetjes en voor mij zijn dat 6 of 7, maar daarin zitten allemaal energievelden van hoe kom jij naar binnen toe. Inderdaad, het komt allemaal naar de kleinste ineens, het punt, hè, de kern. En ik zie ook dat mensen, de ene mens is van binnen naar buiten aan het werken, en de andere mens is van buiten naar binnen aan het werken. Ja. Want dan buiten zit vaak dat ego en binnen zit de kern. En wat ik altijd heb van jongs af aan, dat ik vanaf mijn hart, zeg maar, en dan kom ik overal recht doorheen. En dan trek je scheuren. Maar het nadeel is dat met iedereen waar je mee spreekt, dat is ook zo, we zijn een gitaar, zeg maar. En er zijn een hoop mensen die hebben 3 snaren in het, de gouden snaren. En er zijn er nog 4 donker. Ja, al ga je tegen het ego praten, dan gaat jouw licht naar de donkere wereld toe. Maar je hebt meteen een discussie, want je raakt gevoelige snaren aan. En dan ga je met de hart met mensen communiceren. Je gaat direct op het hart, van wat voel je nou? Ja, dan ga je een magnetisch veld ga je contact maken. Ja. En dan gaat de mensen van binnen naar buiten toe resoneren. En als eenmaal dat hart een keer is aangeraakt, als je dat een keer gevoeld hebt... Dan, there is no way back. En dat is, dat is prachtig om te ervaren. Maar het blijft nog wel dat we deze buitenwereld zien. Ja, interessant, hè. En wat je net ook zo mooi vertelde, want was dat ook de reden dat je misschien ging stappen om maar eruit te gaan of zo? Of veel jongeren stappen natuurlijk, maar ik bedoel... Uiteindelijk is het bij ons. Ik deed heel veel sporten, maar dat kwam eigenlijk. Ik was ook aan het werk. En de eerste week dat ik aan het werk was, dan ik kan snel berekenen. Dan denk ik van, een huurhuis is niks, want dat komt nooit naar je toe. En zo wordt het geleerd. Ja. Dus dan denk je, een koopwoning. En dan denk ik, kijk ik nu mijn salarisstrookje. En dan denk ik bij mijn eigen, dat wordt de komende jaren wordt het ook niks. Nee. En dus dan zat je uiteindelijk en dan denk ik, moet ik dit nou de rest van mijn leven doen? Ja. Ik denk van, waarom kan ik mijn hart er niet aan koppelen? Ja. Omdat je krijgt weer geld, salaris, een afrekening. Want we rekenen elkaar af. Ja. Ondernemen, dus het enige wat we doen is van ondernemen. We zijn van de aarde aan het stelen. Ja, en van boven geven. Van boven natuurlijk, dat is een goeie. Ondernemen van boven geven. Alles met ondernemen heeft te maken dat we van de aarde aan het roven zijn. Zeg maar. Van wie is de aarde? Ja, interessant, hè, wat ze allemaal met de taal allemaal gedaan hebben. Ja, economie. Economie. Geen natuur voor mezelf. Onderwijs onder de wijsheid. Ja. Waarom krijgen we geen bovenwijs? Ja, dat zeg ik ook altijd. Dus ik geef mijn kind thuis wijsheid mee. Het ergste kom je eruit. Zeg maar, dat je eigenlijk ben ik met heel veel natuurlijke middelen ben ik bezig geweest. Maar uiteindelijk zijn de woorden zijn allemaal omgedraaid. Ja. Ik ben niet gelovig, maar ik ben vroeger, ik was heel leergierig. Dus ik ging heel vaak naar lezingen toe. En voornamelijk mensen die met pensioen waren, die begonnen opeens open te praten. En daarvoor zijn ze geconditioneerd, waren ze dokter. En opeens gaan ze, wanneer ze met pensioen zijn, zijn ze opeens anders gaan ze praten. Ja, durven ze ineens ook denken. Ik denk, wat is dat nou voor een hypocriet? Ja.
Ja, en ik vind ook, ja, de gezondheid behoort de mens toe. Ja. En dan ga ik, ja, dan ga je naar de dokter toe en dan ga je het woord uitpluizen. Doc. Doc is aanmeren. En documenten. Doc, aanmeren van patenten. En als mijn moeder bijvoorbeeld naar de dokter gaat, mm-hmm. ja, dan komt ze met een potje gif, komt ze terug. En ja. Ik bij mij, ja, het klopt iets niet. Nee. Maar wat betekent dok dan? Aanmeren? Wat betekent, ja, van dok is aanmeren, maar wij komen eigenlijk van zeerechten, komt, ja, alles vandaan. Ja, piratenrecht. Hè? Piratenrecht. Ja. Dus ze zijn eigenlijk, met patenten hebben ze iets neergezet. Mm-hmm. En zij mogen alleen uit die boeken mogen ze gaan handelen. En daarna ga je naar drogist toe, drogeren. Drogeren, ja. En in Engeland heet het de drugsstore. Ja, ja, en ja, in de, ja, Bijbel, ja, zeggen ze, gij zult geen drugs gebruiken. Ja. Oh, wat vals allemaal, hè? Oh, ik vind het zo interessant. Blijf nog even verder. Ja. Kom je, ja, nog meer? Ja, ja, nou, ja, vaak genoeg. Ja, want echt die talen, weet je, dat is zo... Hoe je psychisch... Want ja, elk woord is heeft magische krachten. Ja, hè? En dat is ook... De spel, dus, spelling. Spreuk, spelling, inderdaad. Vandaan komt magie. Hè? Ja, en daar hebben ze natuurlijk zo mee lopen rommelen, dat wij, ja, continu spels naar buiten brengen waar we zelf niet bewust van zijn wat we eigenlijk aan het doen zijn. Het blijft een, ja, hoe verder je kan heel ver kan je gaan en noem maar op, ja, maar uiteindelijk kom je er alleen maar achter van, ik moet in het nu blijven. Ja. En het soms is wel leuk om buiten jezelf te gaan zoeken of, ja, informatie, want het is continu. Het is leren, hè? Het is leren, maar, ja, je hebt ook een gevoel. Ja. En uiteindelijk... voel je iets en dan wil je, ja, zekerheid weten. Ja. En uiteindelijk weet je dat je heel veel in de buitenwereld kan vinden. Het meeste vind je in de binnenwereld. Ja, 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 super interessant. En hoe ben jij er allemaal zo achter gekomen? Dus, ja, hoe weet jij al deze wijsheid? Hoe ben je dat ineens... Nou, het is wel leuk. In mijn systeem zit een soort trillingsmechanisme. Mm-hmm. Mm-hmm. En als ik in mijn ego ging, dan begint mijn lichaam trillen. Oh. En wanneer die ging trillen... Dan merk ik dat ik, ja, dat ik donkere energie, en dan moest ik over mijn nek. Ja, en eigenlijk wel goed, hè? Want je hebt eigenlijk snel gereageerd, snel een, ja, reactie krijgen. Ik ken heel snel reacties, maar als mijn lichaam gaat trillen, dan denk ik van, dan, ja, of het gaat wel eens dat je iets moet afhandelen in jezelf. Mm-hmm. Van je denkt, ik moet net iets bespreken. Mm-hmm. Maar je gaat voelen wel voor energie. Maar als een bepaalde trilling komt, dan, als ik een magnetisch veld voel van... En die ken, ja, dat is heel mooi, dat, hoe het ook wel werkt. En dan doen we als een cirkel zitten. En dan zit je, mm-hmm, gewoon hartelijk te spreken. Maar dan voel ik het magnetisch veld van alle harten voel ik verbinden. Mm-hmm. En dan is eigenlijk het donker te zitten dan een beetje erbuiten. En, mm-hmm, en wij creëren een prachtig mooi hartsveld. Mm-hmm. Maar als er dan iemand trauma door hun heen laat komen. Mm-hmm. Trauma zit verbonden aan de buitenschil van ja, van problemen, ja, van het ego. Mm. Maar dat beweegt door de woorden heen. En dat gaat in het midden van het veld. En wat doet mijn lichaam altijd? Mag niet in het veld komen. En dan loop ik daarna loop ik te koren en te boeren en over te geven bijna. Om, het werd mij gevangen gehouden. Ja, ja, totdat, ja, het langzamerhand beter begon te stromen. En dan merk ik van, hé, ik ken het dan eerder. En nu de laatste daar denk ik van, ja, nou, iedereen mag het nu zelf een beetje redden. Want, ja, het is de tijd van, zet, ja, jij de kroon op, ja of nee? Ja, dus eigenlijk op zich, ja, inderdaad, op zich, jouw innerlijke stem, die is dan zo heftig met jou bezig, zeg maar, dat die echt wil dat jij nu direct het eigenlijk op spiritueel positieve pad blijft. Hè? Ja. Want zodra je natuurlijk afwijkt met het ego... Of in ieder geval duizend patten. Dan word ik ziek. Dan word je ziek, ja. En maar dat, ja. Uiteindelijk is het ook... heel veel doktoren gaan langzamerhand ook begrijpen... dat die hele corona, dat het stinkt. Ja, ja, ja. Laat ik, ja, zo zeggen. Ja. Er zal gerust een virus zijn, mensen ziek. Mm. Maar uiteindelijk is het ook zo... Waarom krijgen de mensen eerst last van hun longen? Mm. Stel je voor, ja, de meesten weten wel wat chakras zijn. Mm. Maar... Met elektro, magnetische velden, wifi en noem maar op. Iedereen wordt in een heel laag energieveld gehouden. Nou, mm-hmm, laat dat de kleur rood zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus heel laag. Maar als jij naar de natuur gaat, dan is het veld opeens in een hele andere kleur. Mm-hmm. Maar dan is het eerste waar je longen gaan op reageren, het is op, ja, op het vrijgeven. Wanneer jij moet boeren, moet je donker te laten gaan. Ja, ja, de film, ja, ja, The Green Mile, ik weet niet of je, ja, die kent. Ja, ja. Ja, dat is gewoon prachtig. Maar dat, ja, wanneer je, einde. Ja, maar wanneer je niet tegen. Ja, maar wanneer je dat ervaart, ja,
En je merkt dat je eigen systeem ook zo werkt, ja, dan ga je wel door. Je kijkt wel af en toe met pijnlijke ogen naar deze wereld. Mm, klopt. Ja. En dan zijn zulke gesprekken, of ja, wat we beneden dan ook met elkaar, ja, open gesprekken, want dan ga je hartsgesprekken. En dan gaat stromen, maar je bent aan het uitwisselen. Hmm. En ik ben met mijn persoonlijkheid, neem ik nog maar 1% waar bijvoorbeeld, hmm. maar 99% is de geestelijke wereld. Ja. En die zijn veel groter, want we zijn een compleet universum op zich. Ja, ja, dat is wel duidelijk, ja, als je al ziet. Hoe alles is opgebouwd als een vortex eigenlijk. Ja. En uiteindelijk in density met zwaartelijnen, daarom gaat de shit ook naar beneden. Hmm. En de goddelijke plas die wordt eruit geplast, maar eigenlijk ons systeem werkt zo. Ja. Super. Ja, tussen weten en doen zit ook nog wel een verschil. Ja. En uiteindelijk merk je ook dat het, ik zeg het wel als, net zoals de geloven, maar mm-hmm. zijn mensen ook. Mm-hmm. We hebben een appel, een peer en een sinaasappel. Mm-hmm. En dan gaat het over de drie geloven, bijvoorbeeld moslims en jezuïeten. Ja. Maar ja, ze lopen elkaar, lopen ze in die buitenschillen van de vruchten van, oh, wat zie jij eruit als een appel? Of ja, er zitten geloven. Maar uiteindelijk is iedereen door hetzelfde lichtkern. En dat is het goddelijke veld. Ja, ja. Kijk alleen naar de buitenschillen. Ja. Ja. De buitenwereld. Ja, en uiteindelijk ga je ook kijken dat de christendom, daar kom je uiteindelijk achter. Want ik ben heel gevoelig. Ik ben zelf een klein beetje katholiek opgevoed. Mm-hmm. En het was soms nog wel bekend. En je krijgt op je 6e of 7e jaar of 8e jaar krijg je voor mij een heilig kruisje of zo. Een askruisje. Ik weet nog wel dat. Die heb je nog en categorisatie, ja. En weet ik het allemaal. En, maar ik weet nog leuk dat ik zat op de voorste rij en er kwam een oud mannetje met zo'n. Het wordt gewoon een ritueel uitgehouden. Ja, krijg je opeens een kruisje op je derde oog. En het eerste wat ik deed toen ik wegliep, is wegvegen en ging zitten. En ik dacht, wat is dit? Ja. Kruis is de dood. Hè? Ja, maar uiteindelijk ga je merken waarom mensen een kruis maken. Al doe ik het nu, kijk, al doe ik dit met mijn handen. Ik voel heel veel energie. Ja. Maar je kan ook nog gewoon gaan met je handen gewoon dit een beetje weghalen. Want uiteindelijk. Je moet schoon hebben. Ja, om je een beetje schoon te hebben. Maar al ga jij een kruisje maken, dan sluit je je hartsveld af. Ja, doe je ook als je inderdaad geprikt bent door een mug of zo. Dan zet je ook vaak een kruisje zo, zodat die prikt en zodat de jeuk er niet in kan. Ja, maar een kruisje, en dan denk ik bij mij van zo, hoe zit alles in elkaar? Hè? Ja, bizar hè. Ja, dat is wel heel interessant inderdaad hoor. Want toen ik er ook achter kwam, dacht ik, jeetje, waarom aanbidden ze een kruis? Terwijl dat kruis juist gemaakt was om in die tijd te kruizigen iemand gewoon. De galg is dat eigenlijk gewoon. Dus waarom loop je met de dood rond? Nou, ga je het symbolisch ook weer bekijken. Ja. En dan is de kruis, Jezus draagt het kruis. Nou, uiteindelijk zijn we zelf de Jezus of de Maria en noem maar op. Want het kruis wordt eigenlijk, de kubus, de gevangenschap van het ego. Mm. En de moslims die bidden om Mekka heen, om een grote kubus. Mm. En de jezuïeten dragen kubus hier. Dus eigenlijk aanbidden ze allemaal al dezelfde energie. Ja, maar ze aanbidden. Ja, ik vind het geloof is natuurlijk altijd gevoelig, want ze zullen niet oordelen. Maar uiteindelijk, als iets niet volgens de boek gaat, dan zeggen ze allemaal van je doet iets wat niet in je boek staat. Maar dan denk ik bij mij, die boek die zit hier. Ja, inderdaad. Het boek is precies dat wat je voelt binnenin. En dat is niet. En dat zegt wel waarheid hoor, want dat is gewoon in harmonie. En het is wel lastig, want dan wil je tegenwoordig in de waarheid, die is ook zo vlijmscherp. Mm-hmm. Dan wil je daarin wandelen, maar dan word je aan alle kanten aangevallen, zeg maar. Ja, in politiek en noem maar op. Ja, ik ben er nog niet zo ver in. Maar ja, je hebt het soevereine persoon, zeg maar. Ik voel mezelf als soeverein. Ja. Maar ja, je hebt nog wel met één been in de zandbak te lopen op een of andere manier. Want anders moet je alleen op een tempel gaan zitten en de hele tijd gaan mediteren. Dat zal ook wel leuk zijn, een tijdje. Maar ik vind in het mens zijn vind ik ook leuk. Ja, ik denk sowieso de snaar te strak gespannen is sowieso niet goed. En dat zie je bij heel veel mensen die heel erg goed ergens in zijn. En dat hoor ik ook wel eens. En dan krijg ik dan wel eens reacties bijvoorbeeld op bepaalde video's of vragen die mensen stellen. En dan heb ik die meneer de Britarian geïnterviewd. Echt super interessant. Die man die eet en drinkt dus al echt 20 jaar niet. En dan krijg je bijvoorbeeld de vraag van, ja, maar die man die ziet er niet jong uit, bijvoorbeeld. Maar dat is ook zijn doel niet. Nee. Overal waar je op focust, dat zal je doel worden.
En die man die is gefocust op niet te eten en te drinken. Dat was voor hem al een hele overwinning. En dan heb je bijvoorbeeld Wim Hof, die is heel erg gefocust met de koude. Hè? Dat je je immuunsysteem kan opwekken. En dan heb je weer Mantak Chia bijvoorbeeld, die is weer heel erg gefocust op de seksuele energie. Om die rein te houden. En dan heb je weer andere mensen, die zijn weer gefocust op iets anders. Ik ken ook iemand die is heel erg gefocust op face stretching. Dus hoe je je gezicht jong kan houden. Hè? Mensen trainen met hun lichaam, ja. Ze vergeten hun gezicht vaak. Nou, weet je... Maar dat al die dingen, die facetten, moet je bij elkaar combineren. Want je bent één geheel. Ja, we zijn één geheel. Want uiteindelijk kwam ik er ook achter met reisjes in mezelf. Mm-hmm. En ja, ik heb ook ayahuasca gedaan. Maar dan krijg je het eigenlijk te zien dat de hele buitenwereld, die zit verbonden aan elkaar. Ja. En eigenlijk ben jij een lichaamscel, mm-hmm. een celletje van mij, een grote geheel. En die ander ook. We zijn één groot lichaam, zijn we. Ja. En daarvan is de lichtveld, is het oorspronkelijke veld. En die andere zijn de buitenschillen. Ja. En ja, het lijkt net naar mijn inzien, zodat ik hier op aarde ben gekomen. Ja, je hebt meerdere doelen. Moeten we wel wat zijn of willen we wel wat worden? Behoren voornamelijk worden te zijn en te handelen naar zuiverheid, naar je eigen bewustzijn. Ja. Als je in een bepaalde staat bent, dat alles... We worden hier gemanifesteerd op een of andere manier. Mm-hmm. En dat is in de plus worden we. En dan hebben we het neutrale veld, het aardeveld. Mm-hmm. En dan heb je min, heb je onderin. Maar het is wel, wij zitten met onze voeten. Sommige mensen die komen van boven om het aardeveld omhoog te trekken. Mm-hmm. Om het te laten evolueren. Maar er zitten ook nog hele lage frequenties bij. Die proberen het weer naar beneden te trekken. Ja. Maar uiteindelijk zal het licht zal het altijd winnen. Mm-hmm. Omdat alles een bewustzijngroei wil meemaken. Mm-hmm. Als zet je ergens een zaadje wilt groeien. Ja, alles wil groeien. Alles wil groeien naar een hoger veld. En dat is ook met water, daar heb ik heel veel in verdiend. Mm-hmm. Wanneer je kan water bijvoorbeeld, hele hoge bronwater in je flesje opsluiten. En dan doe je die in die vijvenfilter bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan stroomt het water wat er langs gaat, die wilt altijd naar een hoger veld toe. Dus ze kopiëren. En zodoende zijn er mensen met een hoger veld. Mm-hmm. En dan ga je nu meemaken als mensen in een laag veld zitten. En je komt, ja, daarom zijn er ook niet zoveel verjaardagen meer. Maar al kom je met een hoger bewustzijn, kom je binnen. Dan merk je gewoon dat ze meteen anders beginnen te praten. Ja. Want dan zijn opeens de demoontjes of zo die zij nog uit te werken hebben. En ik zal niet oordelen. Want maar je voelt het gewoon. Je voelt gewoon velden veranderen. Ja. Ja, en de sfeer. En wij ademen sferen in. Een atmosfeer. Het is niet wat betekent atmosfeer dan? Ja. Ja, dit is met lucht te maken, zeg maar. Maar ja, ik omdat wij niet... sferen noemen, wat zou dat met sferen en atmosferen? Nou, het is gewoon een sfeer, het is een gevoel. Voor mijn gevoel ademen we voornamelijk waterdamp in. Mm-hmm. En daar zit sferen op. En al heb jij, al kijk je naar bomen eigenlijk wanneer je in een bepaald staat zit. En bomen zijn eigenlijk allemaal lichtiontjes. Mm-hmm. En daar gaat van het licht gaat er doorheen. En wij zetten er zelf een vast projectieveld van. Mm-hmm. Maar al maak jij contact met een boom, dan laat het ze sferen komen. En je kan gewoon, ja... Is sfeer dan een emotie bijvoorbeeld? Want ze ook. Ja, want ze hebben ervaren ook, hè, dat het vruchtwater waar een baby in leeft, zeg maar, in de buik. Die krijgt emoties door van de moeder door middel van het vruchtwater. Dus daaraan kan die de emoties leren proeven wat emoties zijn. Dus als een moeder heel veel... negatieve emoties heeft tijdens de zwangerschap, dan heeft dat natuurlijk effect op de baby, omdat de baby dus emotie proeft, dus de sfeer dus, proeft van de moeder. Het is heel mooi, in Afrika doen ze bijvoorbeeld als kinderen geboren worden, dan is het ook al een setting, want dat is zo mooi. Een buik is eigenlijk een afgesloten magnetisch veld. Dus als een kind daarin zit, krijgt de moeder voornamelijk die energie erdoor met spanningstrillingen, en dan gaan die trillingen gaan ook naar het kind toe. Maar als een kind eruit komt, waarom doen ze meteen de dag en de datum noteren? Want dan eigenlijk zijn alle sterren, die staan ook in een bepaalde cirkel om ons heen. En eigenlijk, ja, dan ben je waterman of een steenbok. En de Maya's hebben dat ook. Jouw water wordt geprogrammeerd van een kind wanneer de vliezen openbreken. Want dan is het magnetisch veld, maakt contact. En dat is simpel uit te leggen, dat als je ijzer hier hebt, en je hebt hier ook ijzer, en je laat het stollen, zeg maar, maar je gooit het bij de ene, gooi je een magneet bij,
dan wordt die ander wordt ook een magneet. Ja. Wanneer het weer tot staal creëert. En dat is ook met een kind zo. En daarom is het zo belangrijk. Maar je weet er ook alles van. Er wordt al van tevoren in de buiken wordt er allemaal gedaan. Spanningen en noem maar op. Mm. Want dat vind ik wel mooi. De moslims die vertellen wel eens dat de ene kind is al van tevoren bekend dat hij in het donkere gaat leven. En de ander gaat in het licht leven. Dus een dualiteitenprogramma. Ja. En dan heb je plus en min. Maar uiteindelijk is het hoogste goed is voor ons om van het donkere om genade te doen. Mm-hmm. En van de lichte piramide is dan om vergeving te doen. Ja. Om die spanningsboog om weer allemaal samen te vloeien. Want we zijn één wezen met z'n allen. Ja, we zijn allemaal kopieën van kopieën. En zo kijk ik ook naar de aarde. Want er krijg ik glaasbeelden door. En ik ben maar eigenlijk, wij zijn de aarde zelf. Hmm. Waarom hebben wij allemaal verschillende kleuren in onze uiterlijk? En dan ga je opeens denken, de Middellandse Zee. Ja. Middel, wat zit aan het einde van de Middellandse Zee? Jeruzalem, mm-hmm. Navelgebied, Afrika, donkere mensen, de rode chakra's. Ja, want vertel daar eens, want Ron doet ook van alles met mapping, hè? Ik begon uiteindelijk ook al kijk je naar steden en landkaarten en alle kleuren. Het loopt niks zomaar overeen met elkaar. Mm-hmm. En uiteindelijk zie ik alle landen als een soort orgaan. Mm-hmm. En wat ik heel bijzonder vind, al kijk je naar de Noordpool, daar heb je de lichtstralen, mm-hmm. kruin, mm-hmm. die straalt ook de hele tijd met een vortex uit. Mm-hmm. Maar bij Groenland, Noorwegen, de bovenste laag, daar heb je heel veel dennenbomen. Mm-hmm. Ja, dennenhoning is supergoed voor je longen. Mm-hmm. En uiteindelijk al ga je lager kijken, je hebt de Atlantische Oceaan, de Atlas Correctie, wat door je ruggenwervel heen mm-hmm. gaat. Mm-hmm. Je hebt dus eigenlijk de hele planeet is, ziet eruit als een lichaam, als jouw eigen lichaam. Alle lichamen die hier eigenlijk aan gekoppeld zijn aan het aardse. En er zijn ook robottechnologieën gekoppeld, en daarom zie je ook een robot grid zie je uitgerold worden. Als glasvezelkabels, al die windmolens en noem maar op. Maar dat lijkt wel dat we in een wereld zitten, dat het net zo'n Windows-mapje is. Ja. En het vouwt zich uit. En denk je van, is dat wel gezond, die magnetische velden om ons heen? Ja. Want we zijn zelf elektromagnetische wezens. Ja. Maar ze gaan maar door, maar ze zijn ook helemaal verblind. En dan denken ze bij je eigen van, jij bent koekoek. Maar uiteindelijk, het zijn twee verschillende velden. Dus tegen die mensen... Er komt toch geen verbinding. Het is plus min. Ja. En uiteindelijk kun je alleen maar in het neutrale gaan staan. En dan ga je zien dat alles in beweging is. Een bewustzijngroei. Mm. Een reis in onszelf. Mm-hmm. Met een projectiewereld naar buiten. Ja. Dus die ruggenwervel, die lijkt op? Ja, dat heb ik het idee dat het de landen is. Want dat is... De landen van het Atlantische Oceaan, zeg maar, mm-hmm. dat daar de ruggenwervel een beetje loopt. Maar dan heb je dus ook Australië, de kangoeroes, de benen, zeg maar. Maar mm-hmm. Rusland, de groene beer wordt het wel eens genoemd, de rug. Amerika, de alles opetende, de buik. Mm-hmm. Want Amerika is gewoon, maar uiteindelijk zie je iedereen langzamerhand in het neutrale komen. Ja. Maar alle mensen hebben ook bepaalde kleuren. Mm-hmm. Nou, welke kleuren behoren welke organen toe? In Nederland bijvoorbeeld, waarom zijn mensen in Nederland geboren? Dus Nederland, moet je hier verwerken? Volgens mij zit die in de kleur van oranje, dat is volgens mij de K3. En dat heeft voornamelijk met geldzaken te maken en noem maar op. Oké, dus het financiën, dat zit hier vooral? Ja, Den Haag ook. Ja. In Den Haag schijnt een vikingschip aan wal te zijn gekomen, mm-hmm. zeg maar. En dan is het de zeemansrechten zijn erop. En daar vanuit is... En dat, ik ben met een druïde aan het wandelen geweest daarom. Mm-hmm. En die laat gewoon nu nog stukken zien van gebouwen wat nog steeds op een boot lijkt. Zo interessant. En wat ook heel interessant is dat, net zo goed als mobiel verkeer, alle energieën worden over de aardeveld uitbewogen, zeg maar. Mm-hmm. Of als jij iets denkt, dan is het ook woef, maar dat wordt dicht in het aardeveld wordt dat gedaan. Mm-hmm. En dat is ook waarom, het gaat zo ver allemaal, al ga je kijken naar kerken, dan zijn kerken, zitten allemaal negatieve energieën erop gezet, maar kerken zijn...
geometrieën waarvan het neutrale veld omhoog wordt gezet. Met het neutrale veld daar gaat het goddelijke veld doorheen. Mm-hmm. Dat is de hoogste energiewaarde. En wij hebben allemaal last van donkerte. Hè? Vroeger gingen mensen naar de kerken en dan met akoestisch muziek. Ja. En de zieke mensen werden bij het altaar neergelegd. Voor frequentie. Voor de frequenties. Maar daardoor kun je heel veel plusionjes. Zo'n plusionjes willen graag weer ziektes naar binnen nemen. Mm. En vroeger kreeg je ook te leren dat je een auraveld. Mm-hmm. Universitaire opleiding gewoon, kon je over auravelden. Maar dan zag je dat. Als je last van je maag hebt, zit dan weer een emotie aan gekoppeld. Mm-hmm. Dan komt het donkerte naar binnen toe en dan gaat hij naar buiten. Dus eigenlijk, ze zijn ook ons lichaam maakt zelf in de mm-hmm. cellen. Je hebt twee celwandjes, een plus en een min en neutraal. Mm-hmm. Maar in die plus en een min wordt een virusjes aangemaakt dat het donkerte van buiten naar binnen kan komen. Mm-hmm. Om jou weer de next level in het bewustzijnstadium leven. En iedereen denkt, oh, ik krijg dat zomaar, noem maar op. Nee, jouw lichaam is ergens klaar voor. Een ziekte is een cadeautje mm-hmm. van de natuur eigenlijk. Mm-hmm. Omdat jij niet geluisterd hebt met je gevoel en met je ego. Want er is gewoon strijd in onszelf. Ja, en Afrika, hoe zit dat? Ja, ik zie Afrika als de roots. Zeg maar, mm-hmm. De donkere mensen zijn aan het stampen. Mm-hmm. Dus onder de Middellandse Zee. Mm-hmm. Daaronder, dus die zijn echt de darmgebieden. Ze zijn ook opvliegerig. Mm-hmm. Nou, als de mensen van de darmen. Iedereen vertegenwoordigt iets. Zeg maar, elk glas heeft iets met het lichaam te maken. En met de bloedlijnen en noem maar op. Het zit zo. Ja. Ja, dat alles is een manifest. Ja, zie ik meer als de rug. Maar dan zie ik de onderkant van de rug. Dan kijk je bij India. Mm-hmm. En er zit overal een dualiteit ook. Want in India zie je hele hoge spiritualiteit. Mm-hmm. Maar daarentegen zijn sommigen zo hoog. Maar dan zie je de hoogste shamanen of die andere mensen. Maar dan mm-hmm. hoor je later dat ze ook nog een hele donkere kant hebben. Ja. En uiteindelijk gaat het weer om, blijf in het neutrale. Ja. Want iedereen heeft uitschieters. Maar je kan heel hoog in de geest gaan staan. Mm-hmm. Maar als je in de donkte iets niet hebt opgelost. Krijg je zulke dingen, krijg je verleidingen, je krijgt alles naar je toe. Ja, sta je weer open natuurlijk voor verleidingen. Ja, interessant. En de polen dan, wat zou dat dan betekenen? Nou ja, ik zie de Noordpool als de bovenchakra, zeg maar, mm-hmm. de kruinchakra. En ik zie zelf de aarde, zeg maar, je kan vlak of rond en noem maar op, maar dat is een vlak bewustzijnsveld. Mm-hmm. Wij projecteren deze wereld en de horizon is altijd op jouw ooghoogte. Mm-hmm. Als je naar een voetbal aan het kijken bent en ik zal een voetbal zetten, ik zet hem op jouw ooghoogte. Mm-hmm. Maar jij gaat nu zeg maar op het dak staan, dan mm-hmm. kijk jij op de voetbal neer. Mm-hmm. Met de aarde heb je dat nooit. Nee. Ik zie altijd de aarde, zie je de horizon op jouw ooghoogte. Ja. Maar dan gaat de ander op een flatgebouw zien, ziet hij de horizon op zijn ooghoogte. Ja. Als zit jij in een vliegtuig, zie je de horizon nog steeds op jouw ooghoogte. Ja. Dat kan alleen maar zijn dat er een projectieveld op wordt gelift mm-hmm. op jouw ooghoogte. Ja, ik snap het. Ja. En dan kunnen we heel ver en nog meer. Maar ik zie Antarctica, zie ik zeg maar een soort mm-hmm. krit, een afsluitingskrit. Mm-hmm. Want alle landen hebben daar een overeenstemming voor dat dat een beetje vogeltjesgebied is. Ja, dan mag je nooit komen, zeg maar. Dan mag je nooit komen. Nee. Maar het is uiteindelijk ook zo gek, ja. Maar al ga je nog verder kijken, dan weet je uiteindelijk dat wij in een soort spel zitten, in een bewustzijn gelid. Het gaat er ook niet om wat er buiten zit. Nee. Het gaat, wij maken in tijd, in ruimte, maken wij eigenlijk een bewustzijnsreis in onszelf. Mm-hmm. En iedereen heeft zijn eigen bewustzijnssprongetjes. Het maakt niet uit, iedereen is gelijk, iedereen deelt mee. Ja. En uiteindelijk, van mijn gevoel is het, van hoe kunnen we meer harmonie zijn in vreugde leven en blije gezichten. En dat zie ik alleen maar wanneer we hebben alles uit elkaar getrokken. Ouderen worden apart gezet, kinderen worden apart gezet, volwassenen hier ook. Maar uiteindelijk werkt de chemie het beste. Wanneer je ouderen zijn bij geest, jongeren die willen een egootje nog een beetje zoeken en volwassenen. Ja, als dat bij elkaar circuleert,
Dan heb je een drie-eenheid. En in het midden van de drie-eenheid is een goddelijk energieveld. Ja, ja. En dan ga je dat uit elkaar trekken. Het zal misschien ook wel zijn bedoeling hebben. Maar dan trek je de geest, die trek je eigenlijk uit elkaar. Ja. Ja, ja, want ja. Iedereen wil eigenlijk wel zijn kinderen zien. En soms denk je, nou, ik wil wel lekker achter de geraniums even rustig zitten. Mm. Maar er zijn ook al testen van bekend dat ze in oudere huizen, bejaardencentrum, een kinderdagverblijf maken. En die ouderen blijven gewoon veel langer leven. Ja. Ze blijven kwieken. Ja. Want uiteindelijk is er een chemie, een sfeer. En ja. Die ouderen zijn allemaal dementerend. Dat heeft vaak te maken met te veel aluminium in je lichaam en noem maar op. Mm-hmm. Geef ze TSC-olie, geef ze cellulite om te detoxen en ze zullen wel kwieken. Maar er is een sfeer van allemaal dementerende mensen. Maar ja, al ga jij in die sfeer zitten. Ze willen ook weer terug naar hun jeugd. Ze missen hun jeugd heel erg, hè? Als ze weer terug naar Alzheimer gaan, weet ik veel wat. Ja, maar al kom jij als gezonde knaap zelf en je gaat in die sfeer zitten en je gaat daar 2 jaar zitten, dan ben je ook zo dementerend als wat. Ja. Ja, Omdat er is geen uitwisseling meer. Nog erger, het is, de bomen is een neutraal sfeer. Mm-hmm. Dus dat gaat, de spirit beweegt zich. Nou, tegenwoordig heb je allemaal mensen die in een verzorgingstehuizen zitten. En die hebben een raamkern niet meer open. Mm-hmm. Overal is plastic omheen. En waar plastic, dat is een heel negatief energieveld. Dat wil de spirit niet mee communiceren. Mm-hmm. Trek jij een vuilniszak aan. Een vuilniszak, dan denk je, het ademt niet. Nee, je lichaam gaat in gevecht met iets onnatuurlijks en daarom ga je zweten. Ja. En als jij iets natuurlijks om je heen doet, heb jouw lichaam geen gevecht. Nee, want dan gaat het gewoon in de... In het neutrale veld. In het neutrale veld. Ja. En maar wat er tegenwoordig gebeurt, is dat alle huizen worden afgesloten. Nou, een vriendin waar ik tegenwoordig mee omga, die woont... met allemaal zonnepanelen erop, dan is zonnepanelen, ben ik niet op tegen, want als je 12 volt daaruit haalt, gelijkstroom, dan voel dat helemaal. Maar al ben je heel erg gevoelig, dan gaat die van die 220, dan gaat geen, met wisselspanning, die gaat boenk, boenk, maar dat gaat allemaal door je huis. Maar ons energieveld, die zit dan eigenlijk de hele tijd, zit hier te springen op zijn stoel. Ja. Maar het erge is, net zoals zo'n kikkertje, hè? Als mensen, eerst doen we dat in huis, dan doen we dat in huis. Mm. En je bent zo'n kikkertje in zo'n pannetje, maar dan kom je dan van de natuur en je gaat ineens weer in zo'n huis zitten. Nou, dan heb je het idee dat je hele lichaam, zeg maar, elektrisch geladen is en dat er een spanningsveld is. En dat merk ik voornamelijk als er met plastic om ons heen wordt gewerkt. Mm. Dan ons lichaam wil dat naar een goddelijke... sfeer transformeren, omtunen, zeg maar. Ja. Maar het is vast. Ja. Het is vastgezet. Dus ons lichaam heeft continu gevecht. Ja. Ja, bizar, hè? Hoe ze daar allemaal al jaren of eeuwen mee bezig zijn om dat zo in te kapselen om in deze wereld nog synthetischer te maken, zeg maar. Hè? Dat is toch wat. Ook met die taal en zo waar je over hebt. Dat is ook super interessant. In heel veel woorden, zoals onderwijs. Ja, onderwezen worden. Ja. Onder de wijsheid worden gehouden. Ja. En dan heb je bovenwijs. Ja, economie. Economie. Maar er zijn zoveel woorden van... Je wilt gelijk hebben. Je gaat over iemands lijk heen. Oh, die heb ik nog niet gezien. Ja, en goedemorgen. Ja, morgen eigenlijk. De energie is... Maar onze taal is... Ja, waarom weer morgen? Waarom niet nu? Ja. Goede heden. Ja, goede heden. Maar eigenlijk, omdat we onze taal... Maar al ga je dan... ik ken mensen, omdat ik heel veel voel in de energiewereld. Mm-hmm. Althans, mijn gevoelsplieten staan gewoon... iedereen heeft gewoon gevoelsplieten. De ene die denkt van, ik hou ze lekker bij me. Mm-hmm. Maar op een of andere manier lijkt mijn gevoelsplietjes overal te zijn. Mm-hmm. Maar als ze dan woorden in Latijns gaan noemen... Of je hoort mensen andere... woorden en klanken, en soms heb je ook channelaars, dus ook ineens dat ze kunnen verbinden met een ander energieveld, dan gebeurt er zo gigantisch veel in de energiewereld. Mm-hmm. En ik denk van, jezus, wat is die, de spelling, er gebeurt veel meer in. Waarom laten ze ons eerst met, ik ben heel slecht in talen geweest, ik heb dyslexie. Dus, nou, dat is niet in ieder geval te horen. Ik ben een beeldendenker en niet in woorden. Nou, maar woorden hebben een stempel. Ja, maar woorden hebben ze ontleden. Ja. En elk woord heeft zijn krachtsvelden nog steeds. Ja, ja, ja. En dat is vastgezet in ruimte en tijd eigenlijk. Ja. En dat maakt ook niet uit in wat voor taal je het spreekt. Want heeft dezelfde intentie. En dezelfde trilling. Want uiteindelijk al ga je woorden bekijken. Ja, al zie je een buitenlander schelden, zeg maar. Dan voel je die,
je frequenties er doorheen gaan. Ja. Ja, ja. Maar uiteindelijk is het heel mooi dat al ben jij zelf een beetje, ja, dat er niet veel woede meer in zit. Maar waarom zou ik jou uitschelden dat ik weet dat jij onderdeel van mij bent? Ja. Dus dan doe ik mijn eigen soort van spiegelbeeld, zit ik uitschelden. Maar dat is eigenlijk meer van, ja, hoe kunnen wij samen, met hand in hand, kunnen wij, dan denk ik, een betere wereld creëren. Ja, 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 ja. Maar ik ga niet zeggen van, ik zeg wel tegen iedereen, word wakker. Doktoren beginnen te denken van, we zijn een prikje aan het geven. We weten niet wat erin zit. Ze willen het ook niet weten. Nee, ja, ze willen het ook niet weten. Ja. Maar als iemand jou een alcoholdrankje aanbiedt en dat doet allemaal stom dingetjes in. En uiteindelijk, als er wat met jou gebeurt, dan zijn wij niet verantwoordelijk. Ja. Maar hier wil jij dat drankje dan nemen. Ja. Maar het lastige is, het geweten komt om de hoek kijken. Mm. Of het weten komt om de hoek kijken dat het niet zuiver meer is. Net zo goed als die mondkapjes allemaal, op de verpakking staat, het werkt niet tegen virussen. Mm. Maar als het weten wordt geweten. Mm-hmm. En als het geweten om de hoek komt kijken. Ja, dan je kent wel een geweten, beetje. Geweten, wat betekent dat? Als jij iets op jouw stokje hebt zitten, zeg maar, op je geweten. En dat is best wel bijzonder. Dan zit er een spanningsveld in jou. Mm-hmm. En je kent dat door mensen het laten transformeren. Dat die spanning weg is. Maar je bent je lichaam aan het verzuren, aan het verzwaren. Mm. En dan komt het geweten kijken. Ja. Ik zeg het in het gevoel altijd, in het gevoel, want sommigen zeggen, geweten, dat woord betekent dit en dit. Ja, 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 ja. Maar er zit het hele gevoelsspectrum zit eraan. Klopt. Want als het geweten komt kijken, en dan denk ik bij mij, ik ben nu mensen aan het vaccineren, en ik weet niet wat erin zit, en ik zie al meer bijwerkingen komen, dan dat de mensen eigenlijk ziek van worden. Mm. Dan denk ik bij mij, dat klopt niet. Maar dan ga je dus uiteindelijk, voor wat doe je het nog? Ik krijg €2000 per maand krijg op mijn rekening. Mm. En dan ben je dat spuikend in. En je denkt bij je eigen land, dit kan ik niet meer doen. Mm-hmm. Dit gaat over mijn vrije wil. Mm. Dan ben je uiteindelijk helemaal zo aan het verlagen in de energiewereld. Want iedereen krijgt een keuze, voor mijn gevoel. Ja, iedereen krijgt zeker een keuze. Waar kies je voor? Kies jij om je ziel te verkopen? Mm. En er komt, geen idee. We zitten in de einde der tijd. Ja. Dat spreken alle boeken over. Ja. En dan is het, waar kies jij voor? Einde van de klok, hè? De tijd. Wat bestaat. Ja. Gewoon onzin. Het is heel mooi. Hè? Uiteindelijk kom je er ook achter wat de maan en de zon doet. En uiteindelijk is het een vortexbeweging. De maan verandert zijn licht. Want de maan die doet zijn eigen licht verschijnen. Ja. Alles wat je geleerd hebt op school, dat kun je eigenlijk in de prullenbak schrijven. Maar het geeft een vortexbeweging in de energiewereld. Ja. Maar dat geeft ook, vrouwen weten dat, we hebben een 13e maandcyclus. En alles is door de war gemaakt. Maar misschien zit er, voor mijn gevoel, zit er wel een goddelijk plan achter. Ja, dat we echt de diepte en de shit ingaan. Ja. Want iedereen die is nou tegenwoordig, die heeft last van zijn darmen. Van zijn basisgevoel. Zitten we veel in Afrika op het moment? Eigenlijk wel. Okay. Ja, maar mensen springen alle kanten nog op. Ja, 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 de kat in de nauw springt raar. Dan is het misschien prachtig. Er komt een avondklok aan. Ja, tegenaan brullen. Ja. Maar als iedereen nou eens een keer eerst in stilte in zichzelf gaat zitten. En dan keer je vanuit de rust. En dan zie je dat er opeens. Je kan een blaadje uitprinten van de RIVM. Van dat je geen mondkapje hoeft te dragen. Ja. Er zijn bewegingen dat jij gewoon vrij kan bewegen. Ja, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Hè. Er zijn ook inderdaad formulieren die je kan uitdraaien. Dat je gewoon ook niet met die avondklok niks te maken hebt. Het is artikel 15 volgens mij. Ja. Niemand die mag jou, als jij vrij aan het bewegen bent, zonder handel te drijven wat je met je idee doet, mag niemand jou tegenhouden eigenlijk. Nee. Er zijn wel een hoop regels en ze maken het je moeilijk, maar al ga je al die regels door en je gaat het als, ga je dan in bijbelse termen, met de God hebt de mens geschapen, bijvoorbeeld, en wij hebben uiteindelijk het politiek, maar de mens staat altijd nog erboven, maar wij hebben onszelf tot burger laten slaan. Als slaaf hebben we maar jij kan altijd die vrije keuze maken om te gaan bewegen als mens. Ja. En daarin kreeg hij regel tegenop. Nee. Ja, ze proberen je wel met allemaal. En uiteindelijk ga je ze als mens aanspreken. Mm-hmm. En dan ga je dan ook nog in de ogen kijken. Ja. En dat vind ik ook wel bijzonder. Hoe hoger je in de energie wordt,
des te stiller je begint te worden. Ja. Ik praat nu wel een hoop. Maar, jij bent niet meer te stil. Ja, nee, maar soms, ja, iedereen heeft het moeilijk tegenwoordig. We kijken allemaal in de buitenwereld naar een projectiewereld. Mm-hmm. Waar je denkt van, wat gebeurt er allemaal? Mm-hmm. Maar ja, blijf voornamelijk kalm en kies naar je gevoel wat vanuit harmonie en in wijvorm gaan. Want jij ben ik ben jou. Ja. Ja, die donkere sluier, zeg maar, wat aan wordt gevoerd, waar mensen nog te verleiden vallen, zeg maar. Ja. En niks is slecht om te verleiden, want er is ook natuurlijk, er is show, er is leven. Ja. Niet iedereen hoeft gelijk te zijn. Maar voornamelijk van, ja, je doet de ander niet iets aan zoals je zelf behandeld wil worden. Ja, ja, en daar zal ik iedereen van, ja, je behandelt iemand anders niet met een vaccinatie of met drugs van de chemie, dat wij een natuurlijk wezen zijn. En behandel je lichaam eerst met natuurlijke dingen. Ja, inderdaad. Rein leven, dan heb je ook niks op je geweten. Ja. Want je wil ook niks op je geweten, want ja, dat is een zware last wat je dan bij je draagt. En dat haalt je negatieve energie. Het trek je naar een afvoerputje uit. En eigenlijk wil een mens na zijn dood, of de dood bestaat niet, maar je wil evalueren. Ja. Maar al evalueer je naar een hogere frequentie. Ja. Of je evalueert van, ja, we doen het nog maar een keertje overnieuw. Ja, ja, inderdaad. Nou, heb je heel mooi gesproken. Nou, Ron heeft zoveel te vertellen. Dus heel, heel erg bedankt, Ron. En dan gaan we door met deel 2. Nou, jongens. Goed. Tot ziens. Tot ziens. Zijn er nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. En mis geen enkele video meer van mij. En de volgende keer gaan we met Ron dus praten. Over hoe de mens dus uit hun lage verleidings, seksualiteit dingen kan komen. Maar dat is voor mij ook nog een reis hoor. Maar, ik ken heel er wel, interessant. Ik kan er wel mannen, leuke dingen over vertellen. Ja, en ook hoe mannen in een bepaalde frequentie zitten. Dus blijf vooral kijken. Nou, doei!